moeten we even kijken wat er aan gebeurt. Met nummer 8 is Paul Geersema. Die gaat weer naar 15. Jongens, waren er nog twee klokken? Doe dat nog niet. 15:51. Dat is mooi hoor, als die binnenkomt. Erwin Akkerman die zit daarbij. 15:57. Dat zijn mooie tijden hier zo. Dat moeten we niet meer doen, twee tijden bij de finish. We gaan kijken naar de tijd van die doorkomen. Dat zijn wel die mooie prestaties natuurlijk. Want hier de man met nummer 20, dat is natuurlijk die Leo van der Lans. En die Leo van der Lans, dat is een fenomeen. Want die liep 15:42 in Assen, 16:05 in Bessen. En die loopt hier 16:22. Dat is dan mooi, hè? Dat is natuurlijk fantastisch. En één klok is altijd voldoende, toch? 16 minuten en 31 seconden. We gaan kijken naar de man met nummer 432. En als we naar 432 kijken, dan kijken we naar Gerco Fleur. En Gerco Fleur is een fenomeen. Heeft natuurlijk al mooie prestaties hier neergezet. Hij is, was vorig jaar tweede, en daarvoor was hij tweede. En hij loopt weer bij de allersterkste. En met nummer 173 is het Michel Valkman. Hij komt uit Nieuw-Leuzen en hij finisht hier in de tijd van 17 minuten. We gaan kijken naar de man met 104. Gaat Peter de Rood. Hij gaat uit de laag Peter. De peel van perfectie gaat hier door. En met nummer 419 is Roland Veenhuizen. Hij komt uit de oude Roosterbosje. Naar een tijd van 17:19 zeg ik dan. 17:19 deze Roosterbos. En vorig jaar had deze Roosterbos een tijd van 18:17. Hij is 58 seconden sneller dan vorig jaar. Jeroen Vochtelau is binnen, Samuel Hofman is binnen. En als we dan kijken met 44, Jacco Joustra. Jacco Joustra. Maar Erik Lindenhoos, ja, hij heeft hier een geweldige prestatie neergezet hoor. Die Erik Lindenhoos. Hij loopt natuurlijk sterk, deze man van de Hoge Veenstappen, die vereniging. En met nummer 121, Julien de Rijnaar dan. Ja, Julien, 17 minuten en 56 seconden. De man met nummer 63, laat de klokken stilstaan. En dat is mooi, Hans van den Berg en Overveen, in 18 minuten. We hebben Van der Aaf bij ons natuurlijk, en dat zijn wel mooi, hè. Van der Aaf is binnen. En als we gaan kijken, is het lieve toilet van de BB-lopers in 18 minuten en 15 seconden. En als we gaan kijken naar lieve toilet, ja, dan zeg je, zij liep 18:49 in Drachten. Ze liep 18:59 in Zwolle. En dan Robert Breitsma is weer sterk hoor. Hij had vorig jaar 18:14, nou heeft hij 18:33. John Blankoff uit Dalfsen komt binnen met 129. Maar hier vandaag, met die schitterende atleten, hebben we hier met Ted Boekema. Hebben we natuurlijk met 233 gaan we naar Suzanne van Weperen. 18:00, oh lieve Tomet. Ze was goed in Zeewolder, mag je zeggen. Ze was goed in Wieren. En hier is ze weer sterk hoor. Van Weperen natuurlijk binnen, want dan moet je natuurlijk zeggen dat je hier vandaag een geweldige mooie finale hebt gehad hoor. Bij die vrouwen, die hebben mooie prestaties neergezet. Dat zijn mooie tijden hier vandaag in de 12e editie. We gaan kijken naar die heren, kijk, de finish van 449. Is dat de Marlo Post uit Appelscha? 1921, goed gedaan hoor. Als we dan kijken, Jorik Nijenhuis is binnen. We hebben campagne binnen en drie Schipper is binnen en drie Schipper overigens. Jongens, we hebben 9 minuten. We hebben Zieman binnen. 1935 bij de Vrouwensterren hoor. Heel goed gelopen. Als we kijken naar 174 is er Savannah Warming. Savannah Warming aankomen en eindelijk binnen. Wordt gefeliciteerd door Willem de Haas uit Ommen. Willem de Haas met natuurlijk goed gedaan hè, met deze atleten. Ik vind de man met 444, Jan Fieten. Wat een mooi, over de 20 minuten Jan, hè? Dat is wel fantastisch hoor. Met nummer 194 is dat Ben Davenschot. Hij is het man die uit Vlokken binnenkomt flitsen. En als we gaan kijken naar de man met nummer 48. Ja, dan zit iets kapot. Johnny Talen uit Wittenveen. Klok staat om 20 minuten. We gaan naar 229. En 229 is Nico de Jong uit Zuid-Wolde. Goed gedaan hè, Nico de Jong hoor. Maar dat geldt ook voor Laura Prins. Laura Prins is natuurlijk ook een van die meiden hier uit dat Prinsenland die snelheid heeft. En net zo'n beetje in opleiding als de paus, zij zoent het asfalt.
van Zuid-Bonden. Hé, hey, sorry, mooi is dat. Als daar een krulletje binnenkomt. Goed gedaan hoor. Gaan uw pollen eens binnen. En als dan hier, oh meisje, dan heb je de gier. 2047. Is dat Heidi? Heidi, je had vorig jaar 21 minuten. Je had het jaar ervoor 21 minuten. En je zit dus nu in de 20 minuten. Dit is jouw snelste 5 kilometer. Oh, Katie. Ja, zij was er vorig jaar net voor. Hè. Zij liep vorig jaar 1938. En nou loopt ze 21.05. Maar je mag natuurlijk ook zeggen van Katie van Es. Zij liep in 2010, werd er ook tweede, in 2055. Is mooi, hè, die Katie van Es. En die de bloemetjes van de gier zetten we straks bij haar op de kamer. Dat nummer 145. Is dat Sofiana Arag? Hij komt uit Meppel. En die laat hier 21.29 zien. En dat zijn wel mooie modellen. Willem is een man natuurlijk van het Bondencircuit, hè? Ah, de Wiklo, 179. Is niemand meer Mario Wolters, dat is algemeen. Mario Mario, hè? 275. Is niemand Tamara de Vries? Goed gedaan, Tamara, hè? Maar dat geldt ook voor die sympathieke Daniel de Slom. Ah, snelle vrouw uit het schitterende Rijnenwol. De Bitterlo. Het woord zegt voldoende. Het zijn bitters, hoor, waar die in binnenkomt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Marcel Rubbingen. En Marcel, wat een mooie prestatie is dat als hij hier zo binnenkomt. Als je kijkt, we kijken even of we een uitslag die kunnen geven. Dus kijk die kleine man aan de binnenkant. Of die dat hek mag zien staan. Nou hoop ik dat je het hek ziet. En hij ziet het hek. Maar het hek is John van der Dam, hè. Maar het is Jorrit Wissels. Ja, Jorrit Wissels 22 minuten en 28 seconden. Met nummer 487. Is dat Jan Salomons? Bedankt hè Jan. Ah, dat is mooi hè. Met de ijsmuts op hè, Jan Salomons. Dat kan hè. Ijsmutsje op. Met een temperatuur van 452. Is dat Marcel Thijssen? Bedankt hè Marcel. Uit de Korbach groep hè. Dan kom je uit Koevoorde en dan kom je uit Dalen. En dan moet je hier pieken. En de vrouw met nummer 404 hè. Dat is niemand minder dan Gisella Hazen. Gisella, jij bent de snelste hazen uit Groningen. En dan is op naar die schip. Dankjewel jongen. We gaan kijken hier natuurlijk die Tessa Boekema. Goed gedaan hè. We hebben Safira Kiewit zat daar dichtbij. Het was daar een mooie wedstrijd hoor. Safira Kiewit is natuurlijk een fenomeen, mag je zeggen. Heeft hele mooie prestatie neergezet. Won in Drachten, won in Dieven, won in Deurensvaart, won in Steden, won in Groningen, won in Nieuw-Leuzen. En hier was ze verslagen door Tess Boekema, de atlete uit het Schoonsten. En met nummer 70, dan zegt hij chapeau, Ali Boezeko. Erik Lindenhoff was ook verrassend, of was het juist niet verrassend. Maar hij heeft het goed gedaan hoor. En die Erwin Akkerman, die heeft natuurlijk al sowieso hele goede tijden neergezet hier. Die mooie 10 kilometers. En vandaag op de 5 zit hij bij de allerbeste in de top 5. 445. Goed gedaan, Merel Nienhuis, ook uit Groningen. Merel Nienhuis uit Groningen. En dat is goed als hij hier zo binnenkomt. Dan gaan we over de baan met nummer 118. En als we 118 kijken, dan zeg je Petra Lunenburg. Petra, je bent fantastisch hoor. Maar dan gaan we al, kijk de man met 222. Ja, is het Martin van Riesen? Martin van Riesen, die klopt nog twee vrouwen in de laatste 20 meter. Hè. En dan moet je concentreren, Martin van Riesen. Ronde nummer 480 vind ik goed. Dus dankjewel, Arie Segers. Ah, de man uit Koekengen. Goed gedaan hoor. Kijk. Ja, moet je natuurlijk kijken met nummer 365. Als ik het goed zie. En 365. Hoort dat bij Tim Elders. Tim Elders. We gaan 138 aan u voorstellen. 138. Is dat Siska de Boer? Siska, je gaat nog een rondje, toch? Of vijf finishen? Nee, nog één rondje. Siska. Nee, oké. Gaat doorkomen in straks 25 minuten. Dus we hebben nog een rondje straks 5 Nou, kom maar. Met u tegen. Dat is wel een kracht. Ah, dat is tempo maken, hoor. Want hier de vrouw met nummer 4. En dan is dat Mariska Huisjes. Mariska, komt uit Zuid-Bonden. En gaat hier binnenkomen, hoor. Tot gedaan, Mariska Huisjes uit Zuid-Bonden. Even kijken.
doorlopen. Ronald Pol is binnen. Dankjewel, Ronald. Goed gedaan, hoor, jongen. Even kijken. Jongens, hebben wij vandaag Jeroen Korhoff gemist, denk ik, hè? Jeroen Korhoff hebben die gemist. Maar de tweede Hansmeijer komen binnen. En hij loopt op de eerste rij, hoor. En dat is goed. Voorwerp 72 voorbij de Mieke Lovers. Jongens, we hadden met Erik Lindeloos een tijd van 15 minuten en 41 seconden. En 15:41, dat is de tweede tijd ooit gelopen hier in 12 pick-up lopen. En dat is nog een bocht, 390. 390, is dat Mike van den Berg? Mike van den Berg, heel goed gedaan hoor. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de sympathieke Mario Overveen uit Hogeveen. We hebben straks, als ik goed kijk, om 2:30 ongeveer, 2:30, dat is over een kwartiertje, gaan we de prijs uitreiken. Dat gaat plaatsvinden hier bij stad, met de finish moet ik zeggen, gaan we prijs uitreiken. Erik Lindenhoff, Paul Geersema en Jure Hoeksema. Horst van den Berg, Rob van der Graaf, Robert Rijksma. Shafira Kiewicz, en hij komt binnen, het is Mr. Aron Dekker. En hij finisht in de mooie tijd van 27:15. Hij had ooit, hij is de enige man op dit moment die 6 kilometer heeft gelopen. Hij heeft de kilometer gelopen bij de G-atletiek en nu de 5. En dat is goed. Tess Boekema, Shafira Kiewicz en Suzanne van Weepen. Dat zijn de drie vrouwen. En Heidi Snijders, Katie van Esboren en Milou Lempers. Dat zijn de vrouwen die we willen uitnodigen voor de prijsuitreiking over 15 minuten. Zie je daar die Wessel Kraan aan staan met die rondkleine? Ja, jongens, jullie doen nog wat 10, hè, toch? Dat is wel mooi. Maar dan moet je natuurlijk zeggen dat deze mannen, de marathon van Klaasina Veen, moet je zeggen, rondkleine, 3:50. En 3:50 voor Kramer, hè? Wat ik daar niet naar ben. 3:50 minuten. Ze waren ook in Winschoten op de marathon Kramer in 3:49 overigens, hè? Winschoten met nummer 206 gaan finishen. Patrick Meijer is binnen in 28 minuten. Patrick Meijer, Hans Schoris is binnen in 28 minuten. En dan komt er nog zo'n hele mooie grote groep aan. Het is vandaag genieten. De atletiek, de moeder des sporten. Met misschien wel 30 graden in de schaduw vandaag. Nou, overdrijf ik wat, maar het is warm. Het is genieten. En wat doet de man met 57? Gaat hij de meiden beslaan, die Jelle Verburg? Ah, Jelle zal dat zien. En Jelle doet dat goed hoor. En we hebben Milou Lenfers uit Zuidwolde. Die wordt derde bij de meisjes 40. Erik, Paul, Jure, Horst, Rob, Robert, Tess, Safira, Suzanne, Heidi, Katie en Milou. En wat we nummer 471. Ja, dat is Herman Jacobs. Bedankt Herman. Is wel een mooie zoek. 407, 400. Loop op, jongen, daar loopt ook nog een zwartloper bij, hè, bij 407. Die heeft geen nummer op. Dat is, ik heb 407 niet op het lijstje staan, maar dan moeten we even kijken, hoor. 135, hebben we daar Bram Tissing bij? Als ik mee zou lopen, dan kost ik ook een startnummer. Ook als loop ik mee met mensen met een beperking. Want de organisatie, zonder vind ik geld en tijd in. 252, is dat Erik Jan Dam? Erik Jan Dam, jij behoort bij de betere atleten uit Koevoorden. Waar de ganzen over de straat lopen, lopen hier de atleten. In dat schitterende Zuidwolde, hier in dat Prinsen. Kom op, meisje, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Ja, de man uit Hardenberg, hij schrikt ervan. Hij zegt, Lucky, ja, Annette Soer zat erbij, hè. Annette Soer zat heel dicht bij die Lucky Kramer uit Hardenberg, hoor. Zijn toch van die mooie wedstrijdjes in die slotbaan. Meisje, nog even ik zal nog een sprintje doen. Ik liet hem de hakken zien. Ik liet hem de hakken zien hoor. Dit was sociaal hè. Ja, vind ik wel mooi hoor. Als er zo'n Jan Streus, waarbij ik nog een gentleman ben, was het samen met Jenner Vilding uit Hogeveen. Streus en Vilding
34 en 35, maar die Keus Wiert en Janne Jansen uit Zuid-Wolde. En dat zijn wel hele mooie namen, toch? We hebben de klok staan op 30 minuten. 30 minuten. En wat je niet opgeeft, kun je niet verliezen. Hè? 79. Je hoort bij Ilona de Hanershoog. Bedankt Ilona. Daar zit Irene Brink zit daarbij. Meiden, jullie hebben vandaag een geweldige prestatie geleverd. Wat de vrouwen vandaag tegen Rusland doen in de finale van het Europese kampioenschap. Volleybal om 5 uur. Dat laten we hier natuurlijk vandaag zien bij de atletiek. En ik had het al gezegd bij die volleyballers, vanmiddag als we 5 uur kijken. Dat is Laura Dijkema, dat is de Twentse volleybalster die in die kamerploeg zit. Moet je maar eens kijken. Laura Dijkema, dat is een van de beste volleyballers uit Drenthe. Hij speelt vanmiddag om 5 uur de finale tegen Rusland. 89. Ah, Johnny Hoekman. Johnny, wat mooi is dat. Hoekman, dan loop je recht door en dan kom je binnen in 31. Kijk. Ja, vind ik een mooie finish. Ah, vind ik mooi hoor. 369. Hoort dat bij Jelle Dijkstra? Jelle, is goed gedaan hoor. Als die Jelle Dijkstra zo binnenkomt, Vincent. Jelle, jij had vorig jaar 31 minuten en je loopt nu weer 31 minuten. En dat is goed gedaan, Jelle Dijkstra. Goed gedaan hoor. 24 bij de meiden. Marieke Wever, en zij komt uit Zwolle. En met nummer 77 is dat Ines Kleiner, 82 en 80. Carla Boerens, altijd naar Harms. En vandaag, Erik Lindenhoos, een Drentse overwinning bij de mannen en een Overijsselse overwinning bij de vrouwen. En zo houden we elkaar in evenwicht, Drenthe en Overijssel. Want we weten het allemaal, Drenthe is natuurlijk een geweldige, mooie provincie. Maar Zuid-Wolde is natuurlijk ook een hele mooie stad. Vanmiddag hebben wij ook iemand minder dan de burgemeester van uw gemeente, Rogier de Groot. Meiden, het is een fantastisch triootje, toch? Ah, dat is mooi. Alberta is dat binnen. Pipo Hogeveen is binnen. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel de namen waarvoor je dat stadion komt door. Maar daar zit ook Pipo Hogeveen. De naam, is die mooi? Nee. Maar goed, 33-06. De Pien en de Pool. De Pien Vissen en de Pool van God. Dat mag. Je mag wel schudden kopen, maar dat helpt niks. Dat helpt niks. En nooit schudden kopen met je handen in de zakken. En
is, moet je zeggen, van Alfred Molenaar. Maar dat kan vandaag met horen weg. Dat is een premie van 500. Bijna goed. Ja, dat is voor de lotto wat zou je zeggen. Dat is het al minst. 50. Dat is 50. Ik zag. 61. Ah, goed gedaan. Want 30 minuten, 60.000 notaris salaris, toch? 50 euro in 30 minuten. Alle uur werken, 100 euro belasting vrij. Ah, goed hè. Ja. Arjan Duinkerke, wil jij... Arjan Duinkerke, zou jij je gereed willen houden bij de prijsuitreiking? Arjan Duinkerke, jij mag niet ontbreken met een prijsuitreiking. Want dat is maar, want je hebt een hele mooie prijs gewonnen. We brengen je vanmiddag op de fiets naar de Bommert in Oostkapelle. He? Ga naar Oostkapelle. Naar de Bommert. Ja, de Bommert. Ja, dat is de mooiste. Daar kun je alleen kamperen op de fiets. Nou, tevreden met Linda nog? Zullen we haar een applaus geven? We hebben de handen in de zakken gedaan, want wat zij doet is mooi. Zij is een kleurrijke arbeider, mag je dus zeggen, met nummer 387. Ik ga haar voorstellen. Het is niemand minder dan Geesje Balkrecht. Geesje, mooi hè? En die Balkrecht is, hebben we net op het podium gehad, en hier op het Balkrecht, leertijd van 37, Geesje Balkrecht. Geesje, je bent 51ste geworden bij de vrouwen. Is mooi hè, 51ste positie hier vandaag op deze zonovergrote dag. En je weet het is dag 277. We hebben nog 88 dagen te gaan. En dan zeg je altijd als je in Drenthe bent op deze zondag. Ik heb u lief mijn heren klantje, mijn enige Drentheland. Ik min uw eenvoud en uw schoonheid. Ik heb u mijn hart verpand. En als je je hart verpand hebt aan de schoonheid van Drenthe en Zuid-Holland, dan zeg je met 190. Marianne de Bruin! Ah, is mooi hè. Marianne de Bruin, naar binnenkomen in 38 minuten en 14 seconden. 38-14 voor de Bruin. En dat is goed. Het is sowieso een feestjaar. We bestaan 200 jaar Nederlands. We hebben een feest gehad. We hebben natuurlijk 75 jaar. En we hebben natuurlijk Vrij Nederland, het schitterende tijdschrift wat elke week op de markt kan komen. En wat ook niet normaal is, dat is normaal. De band van Benny Joling bestaat 40 jaar en ze geven nog één concert in de Gelderse Dome in december. Maar ja, het is al uitverkocht. Het is uitverkocht. En maar wat niet uitverkocht is in de schitterende Zuid-Holland, dat is de Grots. En Grots bestaat 400 jaar. Mooi hè? 400 jaar Grots. En als je een pop bij je hebt, dan kun je een paar van drinken. Kunnen wij al zien, jongens, of Feyenoord heeft gewonnen van de Graafschap? Er zijn heel veel mensen die hebben van die toestelletjes waar dat op staat. Dat noemen ze een smartphone. Maar we zijn om half één begonnen, de Graafschap tegen Feyenoord. Jongens, zal ik jullie de uitslag bekendmaken? Ik zag slechts 4 doelpunten mis. Feyenoord gewonnen met 2-1, maar dan gaat het om het winnen, toch? Feyenoord ontsnapt aan afgang naar draak van eerste helft. Maar
een draak weer op is voorbaar staat, toch? Als Ajax nog verlies van PSV vandaag. Ja. Daar is een man die heeft al eens veel jaren op het podium gestaan. Hij is een 60 gerijmd op het gang. Ik heb je een tijdje gemist, man. Waar was je de afgelopen periode? Je bent zichtelijk. Ja, ik weet niet wat je had, maar ik wist je de uitslagen, maar je bent weer terug. Ernst is geweest. En dan is er altijd onbescheiden te vragen. Wat had je? Bloedvergiftiging. En hoe kwam dat? Hoe jong ben je? Hoe jong ben je? Ik ben 68. 68. Waar ben je helemaal hersteld? Ik ben helemaal hersteld. Dat had ik niet verwacht. Maar toen ik weer begon, was het 10 minuten langzamer dan 10. Maar ik heb inmiddels dat ik alweer 44,5. En de 16 minuten na een zoek, die liep ik weer 2 minuten sneller dan 2 jaar terug. Ja, ah, dat kun je. Jongens, het bloed loopt waar het niet gaan kan, zou je kunnen zeggen, toch? Dat ik 29,53 had besteed. Met 7 kilometer na een zoek. Kijk, toen je bloedvergiftiging had, toen kroop het bloed door je aderen en al kruipt het en al loopt het weer. Want je hebt hier als verschillende keer op podium gestaan, toch? Ik heb verkoren klaar deze keer dat ik niet, ik heb verkoren klaar verder. Dus even kijken hoe dat met jou zit op dat, met die mannen 60. Hé? Maar volgens mij had ik daar nog een lijstje van, 5 kilometer. Gaan Borgman, 10 kilometer. Die won hier in 2009, in 40-36. Een jaar daarna had je 42-36. Toen had je 43, toen had je 42. En het parcoursrecord is nu 30-01. Toen was hij 34, dus die parcoursrecord heb ik toen gegeven. Ja, jij hebt het parcoursrecord. En dan ben je weer terug, toch? Ja, dat is het. Nou, dat was het mooi. Ik doe mee, ik probeer. Nou ja, maar jij ook is het ook, hè? Auke Bosma. Is goed. En dan heb je nog te maken met Jan van Lubeck, Henk Stroeven, Jan Lip. Ik ook. Jan van Lubeck en Garan Borgman. Daar gaat het om. We gaan er even verder beginnen. Dan ga je goed. Garan Borgman, 68 jaar jong. Een jaartje uit de wedstrijd geweest met bloed. Gaan we het lijstje kijken? Heb ik al een lijstje? Ja. We gaan prijzen uitreiken, jongelui. Zullen we beginnen? Waar ben je mee beginnen? Ja, drie. Ben je met de vrouwen beginnen? Ja. Vrouwen, dan dames, eerst dames 40, dan de vrouwen, dan de mannen 40 en dan de mannen. Beginnen met de dames 40. Milou Levers, Kiki van Espolen en Heidi Snijders. Dat zijn de vrouwen die zo dadelijk, daar willen we mee beginnen. Daarna Suzanne van Weveren, Safira Kiwi en Ted Hoekma. Daarna Robert Dijsma, Robert Leclaas, Robert van den Berg. Daarna Jure Hoeksema, Paul Geersema en Erik Lindenhoos. Even kijken, jongelui. Ik ga met een briefje lopen. We gaan graag beginnen met Milou Levers. Milou Levers. Kiki van Espolen en Heidi Snijders. Suzanne van Weber, bestaat die ook? Safira Kiewit, bestaat die ook? Goedendag, Safira. Wat is verrassend vandaag met het meisje voor? Nee, ik voelde haar aankomen. Niet aankomen? Het was wel spannend, hè? Ja, het was wel leuk. Dat mooi, toch? Verrassend? Ja,
kreeg ineens vleugels en toen zag ik haar lopen. De snelste tijd van dit jaar. Ja. Papier. Snelste tijd ook, maar dat wil ik niet zeggen, dat zeg ik zelf. Maar dat is wat mooier. Tess Boekemaster, die is met Suzanne van Weteren. Dat is geen naar het podium toch, Suzanne? Van het podium, die drie namen. Ja, denk ik wel. Ja. Dat is een mooi affiche van vorig jaar. Wat jij denkt, dat staat er net. Ik niet. Super. Ik ook niet. Jij ook niet. Oh, dan moet het extra van Weteren, denk ik ook niet, toch? Die wel. Nou, moet ik even een beetje spieken, dan moet ik goed komen, toch? Suzanne Beijer nog, meisje, atleten met tweede op het Nederlands kampioenschap bij die junioren. En hier komt ze heel ontspannen naartoe. Verhoeven groep, wat is dat Verhoeven groep? Oh, ja, van hier zegt iemand weer weten. Nou, doe eerst maar even iemand. Doe het. Ja, nee, maar ja, god, dat is niet, ja, dat is niet aan. Ja, maar er staat er maar één. Oh, dat staat, nou ja, die had ik niet gezien in één van, hè. Meisjes. Kijk, daar staat al één meisje. He? Maar ja, ja, die staat al één. Kom maar. Zullen we zo, jongens, we doen het zo. Als ik je naam noem, mag je gelijk op het podium gaan staan. Is dat goed? Wil Milou op nummer 3 gaan staan? Katie op nummer 2. En Heidi op nummer 1. Gast, ja, nummer 2. Je mag ook nog staan, Kees. Je mag er gelijk op staan. We hebben gezien de tijd voor de 10 kilometer. Gaan we tempo maken. Maar we willen wel de tijd doen. Maar we willen dus vragen om Miloen Lentzes te vragen of ze de derde prijs in ons pak wil nemen. Maar dat is in de tijd van 21 minuten en 50 seconden. En dat is goed, hè. Een tweede plaats gaat Katie van Eschoten. En dat is goed. Was vorig jaar nog een NK-marathon op het podium. En dan staat ze. Vorig jaar was ze winnares in deze categorie. In 1938 en nu 21.06. Maar niemand minder. De winnares van 2013. Zij werd tweede in 2014. En nu is ze weer een prijs. Het is niemand minder. Het bloemenmeisje. Heidi Snijders van Buk de Gier, mag je zeggen, toch? In een mooie tijd van 20 minuten 47. En als we dan kijken, dan is Heidi, als ik het zo kan bekijken, is dat je snelste tijd overgelopen in de bikkerloop. En dat is mooi, hè? Ah, dat is wel heel chic, hoor. Dankjewel, hoor. Wij gaan naar de drie meiden die nog geen veteraan zijn. Nog een lange niet, nog een lange niet. Wil Suzanne van Weteren op 3 duiken? Safira Kiwi op nummer 2 en Tess Boekema op nummer 1. Ga maar op staan, jongens. Suzanne op 3, Safira op 2 en Tess op nummer 1. Suzanne van Weteren. Zij heeft een fantastische, mooie NK gelopen, zilveren dacht ik, hè? En nu op een derde plaats is het in de tijd van 18 minuten en 49 seconden. En dat is een mooie prestatie. Als we kijken naar Safira Kiwi uit het Zwitterde Eelde met een mooie lijst. Hier vandaag 18.31. 18.31. Dit is een hele mooie tijd natuurlijk, die 18.31. Maar niemand minder. Met haar snelste tijd overgelopen over 5 kilometer. Nationaal en internationaal. PB-loper uit Zwolle, Tess Boekema, 18 minuten en 18 seconden. 18-18. En dat is wel mooi om te zeggen, want die 18-18, dat is de derde beste tijd overgelopen in de bikkerloop door een vrouw. Die 18 minuten 31 is ook nog een mooie tijd, want dat is de vijfde tijd overgelopen. En de tijd van 18-49 is de zesde tijd overgelopen. Hier komen drie vrouwen met de beste. Ah, meisje, chapeau. Jij kwam in de eerste ronde door in 25 minuten. Je bent de tweede ronde 20 seconden sneller dan de eerste ronde. 20 seconden sneller verlopen dan in de eerste ronde. Suzanne, heel veel succes. Verroepen Groen, is dat de sponsor? Ja. Is Verroepen Groen? Het bedrijf van Nee, die heeft nog een groep mee. Die zijn geen en groep. Jij gefeliciteerd, meisje. Zal ik volgende week de winnares doen? Ja. Die moet, hè. Gefeliciteerd met de geweldige prestatie, Tess. Lieve Toilet, die liep 18.53. En waarom zeg ik dat? Zij was vorig jaar opvieren in 18.28.
Sala is dat bij Robert Ruitsema in 1834. En dat is normaal, hè. Vorig jaar was hij tweede in 1814. Het jaar daarvoor was hij derde in 1759. En in 2012 was hij één in 1804. Op een tweede plaats is het Rob van der Graaf. Rob, heb jij al in de podium staan hier? Nee, dat dacht ik al. Maar je staat er als een volledige topatleet. Dat zal niet de laatste keer zijn dat jij in Zuid-Bond op het podium staat. Want jij liep vandaag een tijd van 18.07. Maar 5 seconden sneller, niemand minder dan Horst van den Berg. En dat staat dat, hè, daar zo. We mogen de volgende keer nog wat de tap naar boven.